Orde. Jawel, een nieuwe piepshow. Met dit keer uh, drie mensen aan tafel, want er zijn toch wel een paar uh, hete noten te kraken. Heet dat zo? Harde noten? Harde noten. Harde noten. noten te kraken. Of de, ik, ik heb hele hete, hete noten, noten En je moment. hebt ook, ja, hebben ook het. allemaal hete noten. Um, een cavia zit hier, je hier in de piepshow. <laughs> Twee dingen zijn uh, deze week gebeurd. Uh, dat is uh, het een en ander rondom Rockstar en GTA 6. Waar toch ook wel het een en ander daarna uh, is ontstaan. Maar we beginnen namelijk met de omzetcijfers van Xbox en PlayStation. Um, die eigenlijk iets laten zien wat je verwachten en ook in de hele industrie te zien is namelijk dat de cijfers um, gekelderd zijn de verkoopcijfers zijn, ja. zijn het gekelderd het is gewoon oud hollands kut het is oud hollands kut inderdaad uh, Microsoft uh, nou ja, goed uh, 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 Xbox en Windows val in Microsoft uh, 51.9 miljard quarter. Is, uh, de omzet die dat bedrijf genereert ja het is zo on... ik weet nog dat het heel wat was dat een bedrijf een 10 miljard omzet had ja. dit is een Quartaal waarin ze gewoon bijna 52 miljard dollar omzetten. Ja. Maar ja, tegenwoordig is 51 miljard ook minder waard natuurlijk dan 10 miljard toen. Ja, dat is waar. Ja. Maar het ding is over Zeg maar aan het eind uh, van de rekening heeft uh, Microsoft winst gemaakt. Ze hebben gewoon weer uh, meer winst gemaakt. Maar uh, als je naar de cijfers helemaal uitgespecifieerd kijkt over de verschillende divisies die ze hebben, zie je dat. En wij focussen ons op gaming. Xbox uh, het minder goed heeft gedaan dan, um, dan de afgelopen, afgelopen, afgelopen kwartalen. En dan met name kijk ze natuurlijk ook een beetje naar de, de, de lockdown-periode. Logisch, iedereen ging toen gamen. Um, veel games verkocht, veel hardware ook verkocht. Twee problemen. Um, ze zijn teruggegaan in, uh, uh, in de verkoop van hardware. Hm. En uh, dat, dat, dat is natuurlijk gewoon het chipprobleem. De voorraden zijn gewoon niet goed. Dat is bij PlayStation idem dito. Ik denk dat we daar, en als ik op de analisten gebruik... moeten we ons daar niet te druk maken in die zin van... stel dat het er was... Dan waren ze verkocht. Het is dus niet dat mensen geen Xbox willen of geen PlayStation 5. Is er gewoon niet. Dus dat is kut. Maar wat pijnlijker is en moeilijker is, is namelijk dat de wil om te gamen. En het, het tijd die mensen hebben gestoken in games zelf is ook nog eens een keer achteruit gegaan. Maar dat begrijp ik echt helemaal. Want dat is iets dat. Daar hebben we het al vaker over gehad. Als er niet genoeg installed basis voor je nieuwe game dan ga je de release van die game uitstellen mm -hmm. en als die games steeds worden uitgesteld of niet uitkomen en ik vind bijvoorbeeld Hogwarts Legacy vind ik een heel goed voorbeeld waar iedereen heel erg psyched voor is maar die game wordt gewoon naar volgend jaar doorgeschoven ze dus hopen dat er dan wat uh, en dan zeggen ze ja hij is nog niet helemaal klaar dat zou kunnen maar ze gaan ook niet alles uit de kast halen om het af te krijgen op tijd nee het wordt gewoon doorgeschoven en als die games niet uitkomen dan zijn mensen op een gegeven moment een klein beetje klaar mm -hmm. met gamen en ik Zit ook te kijken naar oké, okay, wat komt er deze maand uit op Game Pass? nou ja. het is echt allemaal fucking mager, weet je ik ja. wil Het zijn een paar indie games waarvan je de twee misschien wel gaat spelen. Het weet je, het is uh, de Peppa Big Game en de Paul Patrol voor de kiddies, en nou, heb je het wel gehad, weet je. En ik dan mm -hmm. denk, van ja, waar zijn gewoon die, 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 die fucking. Blockbusters, weet je. 2023. Ja, ja nou, maar... nou, ze worden inderdaad allemaal uitgesteld. Maar we hebben natuurlijk ook mee te maken, inderdaad, uh, wat je al zegt. We hebben corona gehad de afgelopen twee jaar. begint nu allemaal los te komen en open te gaan en noem het allemaal maar op. En... Ja, maar dat heeft toch, lijkt zoals corona, heeft voor, is voor gaming alleen maar positief geweest. Ja, uh -huh. maar dus de vraag is gewoon gestegen. Ja, ga je dat nu year on year ernaast leggen? Ja, dan is het nu minder. Maar dat is omdat het eerst keihard nou, op die gestegen manier is. bedoel ja. je. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja. Nou ja, de, 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 dat zeggen ze ook allemaal wel van de, de vraag is of hier. Te zware oordelen aan moet gaan hechten. Omdat inderdaad, uh, we zaten echt op een high. En iedereen zei ook al van, dat dat ga je natuurlijk nooit volhouden. Als mensen weer naar buiten kunnen. Wat je nu ziet, mensen kunnen weer naar buiten. En gaan dus allemaal dingen buiten doen. Tuurlijk, ik merk het ook aan mezelf. Ja, zeker weten. Ik game ook minder. Uh, dat heeft ook te maken met gewoon, uh, ja, ik heb nu een tuin. Dus dan zit ik wat meer buiten. Het is ja, lekker maar dat weergeven. is een zomerding. Natuurlijk, nee, dat, dat is altijd zo geweest. Ja, dit is inderdaad ook van Q2. Um, wat ik ook specifiek vind, is dat Microsoft heeft als bedrijf, winst gemaakt. Uh, dan zie je ook van, ze hebben het over gaming, maar ze hebben het ook over Surface, ze hebben het over Windows, ze hebben het over uh, Surface en Surfers, weet je wel. Ja. Sony zat ik te zoeken van, van wat is dan het totaal? Uh, maar bij al die berichten hebben ze het meteen bam over gaming. Weet je wel? Van Omdat Sony. gaming veel belangrijker is voor Sony dan voor Microsoft. Exact. En, ja. en, en, en daar zeggen analisten wel van, oké, okay, je ziet dan als het een keer ook niet lekker loopt bij Sony, zoals deze maand, terwijl ze vergelijkbare problemen hebben ook bij hun is ook nog eens een keer uh, hier de game software sales slump 26%. Uh, maar ze welke software? Ze hebben niks. Dus ik, ik ah, ze. Snap. hebben meer dan Game Pass, maar Game Pass is bijvoorbeeld. Nee, maar je, maar wat zijn die blockbuster nou, Sony maak... games? Ze zijn er ook maar. Twee of drie van twee, dus wij... nou, de 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 was het ding. Dit ging volgens mij wel over het afgelopen kwartaal natuurlijk. Mm -hmm. En er is gewoon niks uitgekomen op PlayStation. Ja. Die, die waren allemaal vorig jaar in het najaar, natuurlijk. Ja, en dus, dus heb je daar echt een enorme piek gezien. Ja, en ja, dat is nu enorm veel minder omdat er gewoon niks is. Nee, ja, maar en ook omdat die, uh, ik denk dat de hardcore Sony-fans die hebben een PlayStation 5 gekocht. En ik denk dat er ontzettend grote grote gaminggroep is die in principe. Geïnteresseerd is in de PlayStation 5 kopen, maar dat kan niet, dus we geen zin om 800-900 euro te gaan betalen. Nee, ergens terecht, uh, uh, als er dan misschien een game is die ze over de streep trekt, ja, dan zijn ze misschien nog voor te poren, maar dat is ook uh, lastig uh, nu, omdat die games er niet zijn. Mm -hmm. Dus het is gewoon, ja, weet je, die, die, die ze blijven hangen en, de, en Ik zie dat overal Xbox heeft dat, Sony heeft dat. Ja, <coughs> ik denk dat Nintendo er nog het minste last van heeft. klopt, Nintendo heeft. De Pokémon titels en een aantal andere. Die hebben wat meer AAA titels dan zeg maar in de markt gelegd het afgelopen jaar. Wat ik interessant vind, en dat zag je ook wel: dat uh, waar Microsoft en Phil Spencer eigenlijk iets zeiden: van ja, weet je, het was te voorspellen en het is niet goed, maar. 2023 komt eraan, en bladibladibla, bla bla. plus het feit dat Game Pass 6% gestegen is, dus mm -hmm. daar zie je dus die aanwas blijft groeien. Uh, Jim Ryan, vrij snel een interview gaf, waarin die zei van dat hij zich zorgen maakt over de um, ja, het, het game gedrag van mensen, namelijk gewoon de investment, de tijd dat ze minder game de, minder game speelden, omdat Sony nog steeds dus afhankelijk is van die titels die je koopt. En als ja. dat gaat proberen. Um, ja, kijk, nu zeggen ze het gewoon. Hier staat ook. Operating profit at Sony's Key Gaming Unit fell 37% in the April to June quarter from a year ago. Which Chief fin Financial Officer Hiroki Totoki, daar is hij weer. Blamed on a lack of top titles and return of normalcy to people's lives amid the COVID-19 pandemic. Als ze die, die titels niet hebben. Dan blijf je dit probleem zien. Nou, maar maar dat, dat... dit is die visuele cirkel. Dit is gewoon, er zijn geen games. Uh, dus er worden geen. Uh, uh, er um, uh, like worden geen PlayStation 5's verkocht. Daarom komen er geen nieuwe games. En daarom neemt de interesse in de games af. En dat is gewoon een, een serieus, dat is een, een soort doemspiraal. Uh, naar de bodem. En um, we, dit, dit, we roepen dit al, al zeker twee jaar dat dit eraan zit te komen. Uh, en nu zien we het ook daadwerkelijk gebeuren. En ik denk dat Microsoft gaat het meemaken, Sony gaat het meemaken. Um, als er niet heel vlug uh, de winkels vol liggen met consoles, ja. uh, dan gaat dit probleem alleen maar escaleren. Inderdaad, nou hier zie je in dat artikel. Inderdaad, je ziet ook Jim Ryan is hier buiten gewoon bezorgd. Ja. Uh, 15% is er, uh, ja, minder, uh, uh, ja, gameplay time. Er is gewoon 15% minder gegame. Nou, goed, dan kun je ook wel zeggen: mensen zijn nu naar buiten aan het gaan, dus je weet het niet. Maar er zit wel nee, nee, nee het is Q1, Q2, tot met Q2. Dus het ja. was nog. Oké, okay, ja. Nou, kijk, en, en dat is wat ik, wat ik uh, zei, het verschil tussen die strategie van Xbox en, 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 en PlayStation. PlayStation moet continu blijven scoren. Het moet, mm -hmm. weet je. Ja. Want ze zijn afhankelijk van losse unit sales in software. Dus iedere release moet een succes zijn. Nou, precies ook het probleem wat Boris aanhaalt. De, 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 de user base kan niet echt groeien voor exclusieve PlayStation 5-games. Mm -hmm. Want de PlayStation 5 is gewoon niet verkrijgbaar. En Microsoft en, en ook Xbox Game Pass natuurlijk is. Ook al heb je rustige maanden, zoals nu ook bij Microsoft het geval is, waarbij er niet echt hele grote AAA-blockbusters nu op dit moment gaan verschijnen, zeg je toch je abonnement, Game Pass, toch iets minder snel op. Want er is altijd wel iets te doen. Heeft PlayStation geen game? Zijn er geen inkomsten? En dat is natuurlijk ook logisch dat ze nu tegenwoordig veel meer games op PC ook gaan uitbrengen. PC ja. hebben ze gewoon absoluut nodig, is cruciaal voor ze en uh, ze hebben uh, een soort van Game Pass op de markt Ja, ik, ik heb een paar dingen. Ik, ten eerste, ik vind als je kijkt naar het PC als platform, daarmee concurreer je met alle grote titels die bijvoorbeeld op Steam staan of op, mm -hmm. op, weet, weet je, ik bedoel, er is zoveel en het is allemaal goedkoop en makkelijk en PC games zijn wat dieper vaak. Weet je, dus mensen spelen bijvoorbeeld een diepe strategy game of iets weet ik van heel lang. Die gaan die gaan niet vijf games daarnaast leggen. Console gamers zijn anders, die willen gewoon de nieuwe blockbuster hebben en dat uitspelen. En daarnaast ben ik gewoon benieuwd. Ik wil we zien zware inflatie mm -hmm. uh, in de wereld. Weet je, ja. of, uh, in Europa en Nederland, uh, over de hele wereld. Ik bedoel, in Europa, of uh, wat, wat zaten we zaten, 11%. 2% ja, Inflatie in en Europa. games zijn een luxe natuurlijk. Hè? Precies, het is een luxe goed. Nou is het wel zo vreemd dat entertainment vaak een beetje buiten economische crisis valt omdat mensen omdat toch het juist altijd. het je is een escapisme. Maakt, ja, het ja, maakt je vrolijk. Het is een escapisme aan de andere kant. Dit soort inflatie hebben wij in ons leven nog niet meegemaakt. Laatste keer was begin jaren 70. Nou misschien jij en niet. ik nog een staartje een uh, jaar, uh, maar, maar denk niet heel bewust uh, nee. dat we dat hebben meegemaakt. Nee. Um, dus ja, dit is nieuw, weet je. En ja. ik kan me gewoon voorstellen... Kijk, we betalen nu ten opzichte van vorig jaar... 30, 40 procent meer voor onze boodschappen. Mm -hmm. uh, bij de Albert Heijn. Ja. Uh, ik, ik bedoel, dat, ja, wat voor effect heeft dat op mensenleven? Ga je dan nog wel een PlayStation en een Xbox kopen? Ga je nog wel, maar heel wel heel nieuwe heerlijk, games kopen? Je kan zonder een PlayStation game, je kan niet zonder brood. Uh, precies, dat bedoel ik, ja. Mm -hmm. En dan heb je ook nog eens een keertje... Als je bijvoorbeeld Game Pass hebt, dan heb je al die games... Ja. Uh, uh, en je moet ook nog je brood betalen. Dus het is gewoon, mensen gaan nu ook kijken naar de meest goedkope oplossing. Ik, ja. ik denk dat dat wel, dat wel echt een, een goede is, hoor. Van de, de, de Game Pass-optie die Microsoft nu heeft, is wat meer inflatieproof uh, dan uh, de full price uh, 70 dollar uh, of 70 euro uh, games plus hardware erbij. En. Uh, ik denk dat er ook steeds meer mensen een keuze gaan maken van... oké, okay, ik, ik moet voor mijn werk of whatever, ik moet een goede PC hebben. Oké, okay, dus steeds meer games komen ook uit op de PC. Nou, fuck it, dan koop ik de PlayStation 5 niet meer. En dat en, is natuurlijk en, 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 ook en niet gevaarlijk. vergeten, die games komen dus inderdaad tegenwoordig bijna allemaal al naar de PC. Maar ja. vaak zijn ze ook nog goedkoper op de PC. Ja, precies. Dat zijn allemaal dingen die die, die, die consistentie van... de communicatie voor, voor Jim Ryan en de zijnde gewoon best wel lastig maakt. En... Um, wat ik ook dan interessant vind, is dat PlayStation om, uh, meteen een winstwaarschuwing uh, uitgeeft. Microsoft doet dat wat minder. Nee, uh, ze al... moeten dat doen. Hè? Kijk, Microsoft hoeft dat minder te doen, omdat gewoon met Microsoft als bedrijf gaat het uh, relatief goed. Ja. Dus je hebt de, de, hun verlies is uh, percentagegewijs natuurlijk minder van de totale omzet. Ja, ik zit hier even te kijken en moet ik even, ik pak er gewoon even een jaar erbij. Uh, dit is, nou, je ziet dat uh, uh, Microsoft. Uh, wel naar beneden ja, bij de meer. hele markt is dat geweest. zeker, maar je ziet wel dat, dat ze nu de laatste tijd gaan ze behoorlijk weer omhoog. Ja, maar dat heeft niks met de Xbox te maken. Dat zeker niet met iets met Xbox, Dit maar als gewoon de techsector, de tech-aandelen, dat is vaak. Die, die dat zijn de weer fondsen, omhoog. dat uh, weet je, de, de, de S&P 500. Ja. Daar zitten ze in. Dat zijn gewoon, weet je, die, die Amerikaanse pensioenfondsen kopen dan. Uh, uh, weet je, iedereen heeft zoiets van ja, Biden gaat de geldprinter weer aanzetten, dus die, die, ja, dit soort bedrijven gaan gewoon mee daarin. Nee, snap uh, ik. Maar als je het vergelijkt met Sony, dus ja, inderdaad, Sony is niet een. Maar dit, dit is, is een week, hè? Te... Dit is een week. Oh, okay, sorry. Moet ja, maar even een jaar. Zetten. Ja. Ja. Dan, uh... goed, je kunt er ook niet zo heel veel van zeggen. Het gaat ook een beetje omhoog. Ik weet niet worden. Nou ja, wat, wat ik, wat ik, het is meer van de kwetsbaarheid die Sony heeft als bedrijf, is gewoon wat gevaarlijker dan Microsoft. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, dat, dat ze uit, uit, uitdrukkelijk zeggen dat ook de deal met Bungie, die hebben ze nu naar voren gehaald en die hebben ze nu betaald, heeft meteen gezorgd voor slecht, die slechte cijfers. Terwijl Microsoft feitelijk die, 6, weet ik veel wat is, 60 miljard die ze moeten betalen, ja, tss, weet je wel. Het is ja, tuurlijk, uh. Dus dat maakt het ook moeilijk voor Sony. Het gerucht blijft maar gaan dat ze Square willen hebben om zo heel snel daar maar even dramatisch weer geld voor opzij te zetten. En um, ja, ja het, het, het is, het is, het, het, is, het, ja, het ik vind het nee, moeilijk kijk, voor hun. Wat je nu ziet is dat die, omdat die rentes omhoog gaan, dan ga je dus ook krijgen dat die dat dat het financieren van dat soort overnames. Kijk, dat komt tot verkort tegen negatieve rente. Hè? Ik bedoel, mm -hmm. kun je je voorstellen hoe het is als je naar de bank gaat, die zegt van ik wil, ik wil een miljard lenen, en dan zegt ze ja, dat is goed, dan betalen we je elk jaar, betalen we het 500 euro als je dat wil doen. Ik wil dat is, dat is krankzinnig. En dat was al de realiteit een aantal jaar. En dat is nu klaar. Dus dat betekent dat we misschien ook wel het einde zien van al die hele grote overnames. Niet Microsoft. Microsoft heeft een heel ander financieringsmodel. Maar zoals Sony, die heeft zeker uh, dat op die manier uh, ja, daarvan geprofiteerd. En, ja. Ja, dat, en dat, dat klinkt raar, maar om, toch omdat Japanners zijn, zijn ze wat... Ze zijn wat uh, rustiger weet je Microsoft, dat Silicon Valley dat is die dat is een hele andere mindset. Weet je, mm het -hmm. is gewoon van je koopt je weg naar de top als het niet lukt met je eigen innovatie enzovoort. Enzovoort, en bij Sony zie je wat meer van ja, de focus wat meer op hun eigen ontwikkeling. Ja, en daarom vind ik het zo raar. Dat zij niet ambitieuzer te werk gaan met die, uh, met die titels van hun. Want er, wordt gewoon, er is gewoon heel veel afgeschoten. Uh, veel nieuwe franchises waarvan ik zoiets heb. Van, ja, die waren veelbelovend, zoals het blijft pijn doen, maar Days Gone. Um, dat daar niet nieuws komt. Dan zie je gewoon van ja, Herman Hulst is een hele conservatieve weg ingeslagen ja. met die Sony Worldwide Studios. En ik denk dat ze dat. Ik denk niet dat het een goed idee is. Ik denk ook dat het pijn doet. Het, het, het zou kunnen. Um, ik denk die, die engagement, dat. dat... Ik denk dat ze daar echt helemaal erg mee in de maag zitten, omdat engagement laat ook zien dat er dus blijkbaar een deel van de PlayStation 5-fanbase niet per definitie de PlayStation hoeft te hebben, maar misschien ook wel kijkt naar de PC/slash uh, 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 Microsoft, weet je wel, de Xbox. En um, een leuk voorbeeld, daar nou, is wil ik even nog naar. Uh, dit, is, dit is wat klein nieuws, maar ik vind het wel een beetje in het verlengde. Dat PlayStation is ook gestopt met uh, het accolades. Program, nou waarschijnlijk zegt het, zegt het je wat accolades? Nee. ik heb er ooit wel eens van gehoord. Ja, maar. dit is no dus, nooit gebruikt. Nee, dus feitelijk stel nou, ik, 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 uh, ik bedoel, ik, ik speel vaak games met boos en ik vind boos ja, echt zo'n tof community lid, weet je. Wel. En hij is altijd zo netjes in de chat en tof, weet je. Dan kan ik jou accolades geven. En hoe meer ik accolades heb, dan ben je gewoon een fucking wrede PlayStation gamer, weet je. Dat hebben ze afgeschoten omdat niemand doet het. Mm -hmm. nee. Dat is ook een soort van betrokkenheid bij, bij je franchise wordt uh, minder. En minder. En dat betekent dus dat er mogelijk een deel van de PlayStation vaste kern dat hij misschien wel gaat overstappen naar de dat PC. Dat is toch lang aan de gang. Nou ja, dat, 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 dat zie je toch. Ja. En dat is, dat is het verlotte voor PlayStation, is dat zij. Um, je koopt de console die je vrienden hebben. Dat is gewoon dat is erin ges, de, hoe noemt, geslopen. Ja. Uh, doordat mensen tegen elkaar wilden gamen. Dus weet je, je hebt een Xbox. Hey, ik wil ook uh, met jou spelen, dan koop ik ook een Xbox. En nu uh, merk je gewoon van ja, dat is. Weet je, het is een beetje weg door crossplay. Dus je kunt mm -hmm. alles tegen iedereen spelen. Ik wou net zeggen, de crossplay wordt nu de industrie-standaard. En natuurlijk uh, ook nog. Ja, ja, en inderdaad, het feit dat Microsoft uh, gewoon Game Pass natuurlijk ook altijd heeft. Ja, en waar zie je dit in door? En ik vond het wel grappig. Um, dit is een, een ja, verder ken ik deze man niet, John Schmoe, um, Schmo. nou, Activision. Moet over, wordt overgenomen door Microsoft. Dat betekent dat dat moet door al die commissies heen. Ik dacht dat het één commissie was, maar elke land en bijvoorbeeld de EG heeft zijn eigen commissie. En dan Israël heeft zijn eigen commissie in Amerika Zuid-Amerika, weet ik allemaal wat. Die hebben allemaal een eigen commissie. Uh, uh, en, en daar moet het allemaal doorheen. Namelijk van concurrentiebeding. Ja. En in Brazilië uh, is dat, is dat, is dat uh, proces is enorm transparant. Dus alles komt gewoon naar buiten. Alles wordt openbaar op gezegd. En wat hebben ze nu gedaan in Brazilië? Ze hebben alle publishers gevraagd van... Hoe kijk jij tegen de overname aan van Activision, Blizzard en Microsoft? En is dat een bedreiging voor je? En uh, het grappige is, en dan moet ik even kijken of ik het goede weet. Um, dit is, dit is um, uh, Ubisoft en Sony. Het gaat mij om Sony, want ik kan het je een beetje verklappen. Alle publishers zeiden namelijk van... Um, het is wat het is. Um, Call of Duty heeft absoluut zijn concurrenten, namelijk Battlefield of Apex Legends of Fortnite. Dus uh, er is altijd competitie. Dus wat ons betreft, uh, ga er maar door. En Sony is de enige die zegt er is geen competitor voor Call of Duty. Dus op het moment dat Call of Duty naar één French, naar, naar, naar één platform zou gaan, mm -hmm. bijvoorbeeld Xbox, uh, ontstaat er een, een, een shift in, in de machtsverhoudingen, weet je wel. En je ziet dus, zij zijn de enige die hier eigenlijk een beetje tegen ageert. Een beetje zegt van ja, eigenlijk vinden we het niet zo tof, weet je wel. Uh, um, en, 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 en ze zeggen ook van er zijn maar een paar studio's die dit kunnen. Dat is EA, Take Two en, en uh, 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 Epic. Uh, en een van die studio's gaat nu naar één partij toe. Dat, dat is gewoon een, een behoorlijke, uh, behoorlijke shift in, in, in dat hele krachtenspel uh, wat gaming is. En dat kan niet door iemand anders worden. Uh, opgevangen. Maar ik denk dat ze dat... Het enige wat dat eigenlijk zegt... Kijk, want het is logisch dat ze het een beetje aandikken allemaal. Mm -hmm. uh, maar het enige wat Sony echt zegt... is van, wij vinden Microsoft gewoon eikels. Wij vinden Xbox eikels. Ja. We zien ze als directe concurrentie. En dat is ook logisch. Want, want Xbox is wel degelijk... Uh, uh, hoe noem je het? De, de, het vacuum wat Sony heeft gecreëerd... door mm -hmm. niet die consoles te kunnen leveren... zijn ze aan het opvullen. En ik denk dat ze dat heel goed doen. Dus ja dit is een groot compliment naar Xbox toe dat het nou, zal niet luisteren, zij vechten om exact dezelfde gamer exact dezelfde ja, gamer ja, ja. Wel, terwijl PC en, en Nintendo natuurlijk nog zo'n eigen niches hebben zij ja. vechten voor exact hetzelfde ze weten die war chest van Microsoft is honderd keer fucking groter weet ja. je en als Microsoft Call of Duty uh, weet je voor, voor zichzelf exclusief zou houden mm -hmm. Dan staat daar echt wel weer een andere shooter op. Daar maak ik me echt geen zorgen over. Maar het zou een enorme klap zijn voor Sony. En dus ja, ik snap dat ze, yeah. dat ze er alles aan yeah. doen om dat natuurlijk uh, proberen tegen te houden. Er maar... staat hier uh, de, la de ene laatste en de, de twee na laatste Alinea's zijn ook leuk. DC say uh, that over the past five years Game Pass has grown to capture approximately 60-70% of the global subscription service market. Dat is, dat is echt heel veel. En uh, even greater in Brazil, where Game Pass represents approximately 70, 80% of the PC subscription wow, service market. Dat is market. echt heel groot. Ja. En hij zegt, they believe that it would take several years for a competitor, even with substantial investments to create a rival effective for Game Pass. It, it, it maar wie lag... had dat gedacht, hè? Toen ja. wij twee jaar geleden Game Pass voorbij zagen komen en we eigenlijk nog kritisch waren over het businessmodel. Dat is al lang, man. Dat is volgens mij al bijna... Vier, vijf jaar al. Ja, maar voor, het is op een gegeven moment echt losgegaan. Ja, ja, dat klopt. Dat is wel het, een soort van soft relaunch geweest. Misschien ja. zoiets. Ja. En, en ik wil dat je nu zoiets hebt: 70, 80 procent van de markten in, 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 in Brazilië. En ik kan ja. me proberen, Brazilië is een goed voorbeeld van een markt waar gamers kritisch zijn. Omdat ze, uh, uh, weet je, het leven daar is duur. Uh, ja. Ze hebben daar meer inflatie dan wij. Um, uh, weet je, ze moeten die dingen importeren. Ze zijn ook duurder daar. Uh, uh, naar verhouding. Ja. Um, en en dus het is je, een. Het is een upcoming market. Ik ja? bedoel, ja. dit is een markt die mensen beginnen nu uh, games uh, te kopen. En als dat al... Um, dat zijn mensen maar Sony die Sony kan niet bij. Dus wat we zo meteen gaan ja. zien is dat die Sony-abonnementen uh, die gaan floppen. Dat gaat gewoon niet werken. Ze moeten, je krijgt een soort race naar de bodem. Als ze niet mee maar, kunnen komen, maar een race Microsoft. naar de bodem, dan gaan ze niet kunnen winnen. Een race ja. naar de bodem qua prijzen. Nee, gaan ieder... kunnen nee. ze niet winnen? Laat ze iedereen verliest de race naar de bodem. Ja. Ja. Maar ja. Microsoft heeft het voordeel dat ze het is een winner takes all uh, concept. Mm -hmm. Meer zelfs nog dan in die video stream market. Ma Microsoft heeft zoveel massa gehad met de afgelopen twee jaar met alle pleuris die er is uitgebroken. Ja, ja, ja. Want als vanaf day one Playstation 5 gewoon goed verkrijgbaar was geweest, ja. had de netwerkeffect veel, netwerk veel harder ingetreden en dan hadden ja. ze nu een gigantische voorsprong ja. gehad. Maar ik vind het raar, want dat had Sony kunnen zien aankomen. Wij hebben dat al gezegd vanaf het begin. Zeker, en dat, maar los uh, daarvan nu ook nog eens met de inflatie die we toch tegemoet uh, gaan, die er al dus natuurlijk uh, gaan mensen ook gewoon economisch nadenken over een aanschaf en uh -huh. dan is een Xbox gewoon economisch meer verantwoord. En wat ja. zijn nu met Eigenlijk ook zeggen is of Microsoft nu wel of niet Call of Duty ook na het einde van het contract in 2025 nog steeds ik hè? denk dat dat voor, voor Microsoft zelfs interessanter is. Dat denk ik ook. Meeste analisten zeggen ook van dat, dat laat ze gewoon lekker multiplatform zijn. Dat, 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 ze, ze hebben dat in principe niet nodig. Het feit dat uh, ze ook andere dingen kunnen doen, namelijk Call of Duty gewoon Day One Game Pass. Ja. Of 70 euro betalen. En daar zit het probleem. Want uh, Call of Duty represents an important revenue stream voor de PlayStation. Uh, ze, dat hebben ze dan weer niet uh, aangegeven ja, maar, die cijfers. Maar letterlijk alleen al een manier om hem überhaupt gratis, gratis op Game Pass ja? te kunnen zetten. Hebben ze fysieke verkopen nodig van andere platformen? Dat ook. Uh, maar ik denk dat ze ook wel bereid zijn om een bepaald uh, verlies te rijden, want het ding is, uh, die secties. ik bedoel 20% van volgens mij, kan ik me herinneren, 20% van de inkomsten qua games komt van first party titels. En de rest, 80% allemaal van third party en van in-game transactions. Want als je dat op de PlayStation doet, dan krijgt uh, Sony krijgt er ook een deel van. Ja. Dat is gigantisch veel geld. Microsoft kan misschien wel denken van oké, okay, dan nemen we dat verlies. Want dat, die winst die pakken wij gewoon op een percentage van de Microsoft. Ja, maar die winst kan je ook op een ander platform pakken. Dat maakt Microsoft echt nee. niet uit. Die hebben al, al, al eerder aangeboden om Game Pass ook naar Nintendo en, en PlayStation te brengen. Ja. Nee, Zij willen dat niet. Omdat ze natuurlijk niet een Xbox Game Pass launcher op een. Console willen ja. hebben. Ja. En ik vind het zo tekenend dan, uh, want volgens mij op die andere slides ook, daar staat dan bijvoorbeeld, ze hebben het ook gevraagd, uh, naar Ubisoft, uh, Warner Bros. die zeggen allemaal ja prima jongen, maar hier staat bijvoorbeeld ook Amazon. Ja, uh, yeah. they 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 say that doesn't have enough information to assess the imports of Microsoft, Activision, uh, On Game Publishing, bla die bla Google zegt van uh, whatever, weet je wel. ik bedoel, ze interesseren. De, Apple ook, van die die hebben niet eens een antwoord gegeven. Gewoon omdat dat voor hun niet zo'n bedreiging is. Ze zijn met hun eigen dingen bezig. En bij Sony zie je dus van dit is. Hun core business is alleen nog maar dat gaming. En het model lijkt gewoon iets verouderd. En, en kwetsbaar aan alle kanten. Helemaal door die chiptekort en al dat soort dingen. En dat is gewoon ontzettend lastig. Ja. En um, ja, ik, ik vond dit wel verhelderend. Meestal zie je dit soort dingen niet. Maar um, nou, tof dat het in Brazilië dan gewoon open en bloot uh, gewoon, um, aangegeven wordt. We gaan dit uh, volgen. Dan gaan we even naar um, GTA 6. Tijdens de, jouw vakantie is, uh, is er een artikel geweest van Bloomberg mm -hmm. van Jason Schreier. En dat artikel ging eigenlijk over. Uh, de werksituatie bij Rockstar, die dus nu veranderd is. Verbeterd uh, is, toch? Verbeterd is. Geen crunchtime meer, et cetera, et cetera. Uh, en in de zijlijn, de bijvangst van het artikel, was ook wat informatie over GTA 6, namelijk dat er een vrouwelijk character zou zijn. Um, een en Bonnie en clyde achtergezet Bonnie en Clyde, ja. Een tweeling, heb, heb ik inmiddels nu begrepen. Oh, het is een okay. tweeling. Um, en dat, uh, dan moet ik even goed zeggen, misschien kan jij mij helpen, uh, Koos, dat ze nu de uh, gemarginaliseerde groepen... Ze, ze zijn nu ook in een Game development, uh, meer cultural sensitive. Oh. En dat houdt in dat ze niet meer naar beneden gaan trappen. Nee, maar de, de, dat klinkt, als ik zo over GTA nadenk, dat betekent dat er gewoon heel veel humor uit de radiostations gehaald gaat worden. Kijk, ja, GTA nou, was altijd heel goed in een soort. Uh, van een bepaalde, uh, bepaalde minority groepen. Nee, maar Kijk, je, GTA dat, nam dat iedereen op de hak. Letterlijk alles en iedereen nam GTA op de hak. Stereotypies ja, uh, van, van, van Donald Trump's ja. tot aan fucking mm. rednecks. Tot aan ja. fucking uh, hoe. Uh... Maar dat is wat er leuk aan is, natuurlijk. Ja, ja, nee, daarom. Iedereen werd in, de, uh, werd in de zij genomen. Op een gegeven moment, als je daarmee gaat kappen. Het, altijd... het is gewoon, gaat nu politiek correct worden. Dat betekent dat de humor gaat weg. Want ja. ik bedoel, de, de humor. Ja, maar juist een groep op een bepaalde manier uitsluiten. Dat is toch wat je probeert te voorkomen. En dat is wat je nu doet. Je zegt over iedereen mag grappen, maar niet hun. Ja, ja precies. Ja, ja. Niet, niet gemarginiseerde groepen. Dus geen gehandicapten, geen, geen, geen homo's, geen uh, minorities, weet ik veel, geen LGBTQ grappen. Terwijl dat is waar de hele maatschappij nu uh, mee bezig is. Dus waarom niet daar een soort van komisch commentaar op? <laughs> dat, dus, dat was juist is... hun rol geweest, juist ja. daarin denk ik. Want op het moment dat je over iedereen grappen maakt, sluit je ook niemand uit. Nu, nu plaat je iemand weer op een hoger platform. Uh, het is het hypocriet als fuck. Dat is hetzelfde het als is... racisme bestrijden. Met racisme. Door ja. te zeggen van deze functie mag alleen gevuld worden door een zwarte vrouw. Ja, dat is dat dat de definitie voor van van fucking racisme houden. Dat, dat de, de Open El Pride optocht niet de een of andere homo-organisatie toelaat, omdat ja. ze een soort van wat rechtse ideeën hebben of zoiets. Weet je. Fucking kankzinnig. Het gaat gewoon om dat je homo's. Bij die Pride shit wel hebben. Maar goed, hier is hetzelfde. Wat ik grappig vind, iemand die zich heel erg verzet tegen die politieke, uh, politiek correcte uh, discussie rondom humor, mm -hmm. is Ricky Gervais. Mm -hmm. uh, ja. Ricky Gervais zat in GTA 4, uh, ja. had zijn eigen stand-up in een comedyclub in New York ja. um, en, uh, of Liberty City. En dat ik zoiets heb van ja, ik weet zeker dat um, uh, rockstar. ...dit niet tof vindt. Dat er heel veel mensen bij Rockstar werken... ...die hebben van, hey, rot op, krijgen wij nu ook... ...die politiek correcte shit. Ja. Uh, maar dat is het verbazende. van Wat, wat is het dan... Want het zijn die twee dingen. Hè. Bijvoorbeeld, me, de, doel, Al heel snel kwam dus die... die ...op social media, uh, uh, go woke, go broke. Weet je wel, van, oké, okay, Rockstar gaat nu ook woke... ...dus klaar, weet je wel. Dit, 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 uh, GTA 6 werd al afgeschreven. Nou, doel, als het hebt over een vrouwelijk hoofdkarakter, ...had ik zoiets van, oké, okay, daar zoek ik... ...verder niet al te veel achter. Hey, als het een vette Latina check is, die gewoon heel tof is met de broer. En, en, en whatever, weet je wel. Prima, maak maar een goed verhaal. I'm good for all for it. Maar dit vond ik wel apart. Want dat was wat Rockstar altijd, altijd de bovenuit deed steken. Namelijk dat ze maatschappij kritisch. Geen partij ook? Geen partij, er? ze Schokken. waren gewoon niet politiek correct. Nee. En nu zijn ze dat dus blijkbaar Maar goed, ik, daarom vind ik het raar dat ze dit aankomt. Waarom waar zei dat aankom? nee, ja. en je dat aankomt? Weet je, haal een die eruit of niet, weet dat, ik veel wat je wil. Dit is natuurlijk wat uh, 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 Jason Schreier, die heeft met twintig mensen gesproken die of nog steeds daar werken... Of net zijn weggegaan. En het ging vooral over die werkcultuur, met name over de crunchtime, bla, ja. bla, bla. Dit is een soort van bijvangst. En um, ik kan mij niet herinneren dat er bij Rockstar ook echt een probleem was met inclusivity. Ik dacht dat het echt ging om die crunchtime, die gewoon brutal was bij hun. Hm. Dus waarom dat er nu opeens ingefietst is. Hetzelfde is nu aan de gang met Saints Row. Die vragen zijn ook gesteld: hebben jullie nog de oude humor? Skate heeft het gespeeld, die zei van er zit nog steeds humor in, maar die scherpe randjes van vroeger, daar hebben we allemaal piepschuim opgeplakt. Daar hebben ze, ja, de deur, wat, dat snap ik dus niet helemaal dat. Ja. Um, ja, ja, maar dat is, dat is Waarom moet wat... het in games er allemaal uit, terwijl het in boeken nog zit en in Omdat films? Ja, de bang dat... is om gecanceld te worden. Dat da, is toch, da, maar da, Rockstar duidelijk. zelfs, bedoel, ik snap het, ik snap hoor, ik, bedoel, maar het is meer van Rockstar staat met 175 miljoen verkochte stuks bij, toch 100... niet? Ja. Nee, 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 maar wacht, er is ook iets anders aan de hand. Ja. Het is gewoon dat bij Rockstar werken gewoon veel jonge developers, Die wonen in New York. Wat denk je dat? Wat voor mensen zijn dat? Weet je, dat zijn allemaal mensen met paarse haar en, <laughs> en een soort van uh, slachtoffer, gecultiveerd slachtofferschap. Uh, dus die, die maar, willen dit ook, weet je? Maar er zijn Oudere van. mensen zijn daar de baas toch nog wel? De ja, de house, ja, maar in -house. Wat, wat voor sfeer krijg je als je... Ja. Ik bedoel, en dat zie je overal, weet je. Dat zie je gewoon overal terug. En ik, ja. denk, dat dat, ik denk dat dat een groot probleem is in de industrie. Dat je krijgt een soort culturele eenheidsworst... Van, waarin van alles niet gezegd mag worden. Ja. En ik denk dat het games gewoon oninteressant maakt. En ik heb het zelf ook. Als ik zoiets lees, heb ik zoiets van... Ah, jammer. Dan ja, laat je het meteen al... Ja, ik, 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 ik heb meer zoiets van... Oké, okay, eerst zien en als dat zo is, dan... dan... Zeg ik ja, dat ook okay, keihard, maar tot duidelijk, duidelijk, maar, maar laten we eerlijk zijn. Wat voor voorbeelden heb je gezien? Nee, waar nou, je nou, dacht nou, van, nou, okay. eerst die nog geloven? Oh nee, dat valt me heel erg mee. Nou ja, nee, het omdat is altijd ik, om, veel kutter dan je gedacht. Om, omdat ik Rockstar wel echt... Als er één bedrijf is die er scheid aan zou moeten hebben... Dan maar dat, dat dan. hebben ze dus overduidelijk niet. Want ze hebben geen scheid. Nee, graag. ik bedoel... Nou ja, het, het zijn nog steeds 20 mensen, dus en anoniem, dus maar goed. Maar ik, luister, ik, heel vijf, veel ja. van de oude stempel mensen, zoals die Leslie Menzies, zoals ja. een van die Hauser Brothers, ze zijn allemaal weg, weet je. En het zou me ook niet verbazen als Den Hauser weggaat na de uh, release van deze, uh, uh, deze GTA 6, weet je. Ik bedoel, ja. het is gewoon een generatie game designers die gaan nu, weet je, die zijn de 50 gepasseerd en die hebben ze iets van, weet je, ik heb genoeg geld verdiend, ik geloof het allemaal wel met je politiek correcte shit. Veel plezier ermee, en nu krijg je dus een heel leger aan paarse haren. Kids, die kwamen van een <laughs> van de Maar vooral voor creatieve dingen is de, dat al geen manier meer van werken. Nee, het is een do, doodsteek voor de dus nee, ja. dat. Nee, maar het stopt. Of zij ook. vinden het tof. Maar, ja, maar ja. Hoe, whatever, wat het ook is. Mm -hmm. Dit soort bedrijven gaan ten onder door uh, die, die politiek correcte tyrannie die er heerst. En hoe je het ook bent of weet, het is censuur. En creativiteit en censuur, die gaan niet samen. Nooit niet. Weet je, ik wil in tijden van, weet ik veel, op het moment van de culturele revolutie, waarin alle kunstenaars vermoord worden en beelden, schilderijen en boeken verbrand worden. Ja, ga jij eens eventjes een creatief. Maar is het censuur, nogmaals, ik ben in het forum, maar is het censuur als het hele bedrijf, Al-Mas, zegt. Dit is wat wij gaan doen. Zo gaan we het doen. En, en dit, dit wordt de vibe en deze grappen worden gemaakt. Dat vind ik geen censuur. Dat is gewoon de keuze van die mensen. Alleen Rockstar is veranderd nee, als het het is bedrijf. Wel, het is wel censuur, want die keuze wordt opgelegd... vanuit een soort van cultureel-sociale norm. Nou, laat ik het en die zeggen. is extern. Daarvoor zat het er wel in. En nu misschien niet. Nee. Nou, waarom zit het waar, er niet in? Ik, ik wou net zeggen, je moet, daar moet je die vraag stellen. van Waar kwam dat dan we, daarvoor vandaan? Misschien elf jaar verder zijn er een heleboel andere mensen in zijn uh, gaan werken... Die dat, die dat gewoon willen. Maar, dat, dat, dat kan, dat maar, maar gewoon willen is te kort de bocht. Kijk, waar komt dat gewoon willen vandaan? Dat is, het is een, gewoon een sociaal... Ja, nee, tu tuurlijk, Bedoel iedereen dat wordt beïnvloed. Ik word beïnvloed, jij wordt ook beïnvloed. Uh, dus als jij maar voor ik zit zegt... serieus. Ik zat naar het nieuws te kijken ja. vorige week. Ik vertelde het net. En dan hadden ze het over de apenpokken. Eh, virus, en een die zegt, van, ja, dat zijn voornamelijk homo's die het hebben. En zegt, de ander zegt, van, nee, 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 het zijn ook mannen... Die die seks hebben met mannen, nee, weet je. En ik. dit is een goed voorbeeld. Ja. Mensen kunnen bepaalde dingen gewoon niet meer zeggen. Nee. En als jij, dat, maar dat is in en dat humor is en dat is, is dat soort van zelfcensuur. is dat. Want hoeveel grappen zijn er wel niet bedacht die ze uh, altijd weer dan, ja, kunnen we niet maken. Ja, maar het nee, nee, ding denk is dat is zelfcensuur. Maar dit is dit is South Park humor, weet je, dat je de shit over de top weet je. Dus zo'n zo anekdote van, oké, okay, nee, het gaat niet om homo's, het gaat alleen om mannen die seks hebben met mannen. Dat is, een, dat is zo krankzinnig belachelijk. Maar wij lachen er al niet eens meer om. Omdat we weten van, ja, het is niet fucking grappig meer, weet je. Het is geen grap. Het is echt zo dat mm -hmm. mensen bepaalde dingen niet meer durven zeggen. Nou, dat dat is censuur. En ja. dat zie je nu dus ook in die videogames. En ja, ze durven het niet meer te zeggen. Sorry, maar daarmee uh, sloop je een bepaalde creatieve... Uh, nou, juist of even... je het er nou mee eens bent of niet. Hè? Want ik kan mm -hmm. me ook voorstellen dat mensen het er mee eens zijn. Zo, ja, ik wil geen grappen over, over minderheden. Ja, dat bedoel maar, ik meer. Maar voor nou, mij is dat, kan, dat een ja. van de redenen uh, waarom ik juist een GTA speel. Omdat het zo slim en crafty en uh, de maatschappij een spiegel voorhoudt. Ja. Hetzelfde wat South Park doet. Als, ja. je, als je politiek uit South Park zou houden, blijft er niks over. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En voor mijn gevoel is dat een groot gedeelte van de GTA-ervaring. Maar de humor bepaalt in GTA de tone of voice. En als ze die humor weghaalt. Ik bedoel, die radiostations waren al episch mm -hmm. toen uh, GTA nog bij wijze van spreken top-down 2D ja. game was. En dat werd steeds beter en beter, en um, ook beter en beter geschreven. En ik denk dat iedereen die die games gespeeld heeft, vroeger, heeft een soort van herinnering aan die radiostations. Ik bedoel, in Five City was het fucking insane goed gedaan, weet je? Ja. In GTA 3 ook. En, en nu ga je dus een generatie gamers die dat waarschijnlijk niet kennen of niet begrijpen. Um, ja, Misschien gaan die gewoon die games spelen. Dat zou best wel kunnen. Het zal echt niet, niet een succes zijn opeens. Maar voor ons generatie gamers die nog ja. uh, officiële hebben meegemaakt, gaat het gewoon heel zuur zijn. Ja, nee, dat, dat, dat geloof ik ook hoor. Maar dat, uh, dat, 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 dat is ben inderdaad mee, misschien je wel, je wel belangrijk om te zeggen. Van, dat wil niet zeggen dat het gaat floppen. Nee. Maar... Nee, het zal vast een commercieel succes worden. Nou ja, nee, ik bedoel zeker. Um, ik denk wel, stel, stel dat inderdaad uh, al dat soort grappen eruit zijn gehaald en dat het dat het heel veilig wordt, weet je wel? Uh, gewoon, gewoon dan vanilla en dan ik denk dat er wel een shitstorm gaat komen. Nou, nou weet ik want niet. Je het, het, van shit. Kom shit. 2024 en 2025. 25. De wereld is al aan veranderen. Je ziet al dat dat dat, dat die woke brigade, woke brigade het steeds moeilijker krijgt om nou, die bedrijven nee, komen nee, terug. Ben ik ben niet helemaal mee, eens? Nee. want je ziet juist ook altijd van ook uh, heel veel de, de er is gewoon een tweesplitsing heel erg gaande. Je ziet daarin media die dan juist van oké, okay, jullie houden je netjes aan en alles wat wij graag zouden willen zien. Ja. Weer inclusiviteit, bla 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 bla. Overigens krijg je die 99%. Ga je naar user reviews kijken. Ja. 1%. Ja. Weet je wat is hier gaande? En ik denk dat je dat hier ook wel... heb uh, ja, ja. Polygon en dergelijke, die zullen, die, die zullen het een 9 à 10 geven. Dat is de get, <laughs> mm. ja. En, en gamers hebben zoiets van, jezus, wat is dit voor lauwe crap? Ja. Nou ja, nee, dat, maar, dat ja. is het. Uh, um, ik, ik ben gewoon heel benieuwd. Uh, het, het, het zou wat wezen als ook Rockstar uh, zich hier aan... Uh, ja, daar een knieval voor maakt en niets derg... Zoiets heeft van, hé, hey, dit is mijn eigen creatieve vrijheid... en dit is onze stijl en teken door Het weet je. Als dat zijn, niet meer kan... Maar dat hele ding dat die rockstar niet meer bestaat, ja. dat is een slecht teken. Ja, ja, en we ja. hebben we, we hebben al die Iconen al zien vallen, weet je, we hebben Blizzard zien vallen, we hebben, uh, uh, wat is het, uh, eigenlijk dat hele ding van go woke, go broke of get, get woke, go broke, dat is wel degelijk aan de hand, weet je. je mm -hmm. We hebben het bij Netflix gezien, we hebben het bij uh, Disney gezien, I Ze komen allemaal terug op die woke shit. Ja. Uh, uh, er was nog een voorbeeld laatst waar iedereen bij Tesla of zoiets, iedereen die woke was en kritiek had op Elon Musk, die werd eruit getrapt, weet je. Je merkt, gewoon, er is een, er is ook een tegenbeweging. Mm -hmm. uh, ja, er is tegen, ste, steen, steen. Ja, ja. Meer het, een tegenbeweging. Kijk, het probleem is met humor is dat het laat zich niet vangen in een, in een bepaald soort van maar we gaan grappen maken, maar alleen maar binnen dit sterk afgekaderde domein. Daarbinnen alle groepen grappen moeten instellen, dan krijg je hele veilige sitcom. -humor. Nou ja, maar, 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 maar da, kijk dat dat klopt. Uh, uh, als het bij, weet ik van een Call of Duty en Assassin's Creed, weet je, daar gebeuren dat soort dingen ook. Dat, dat vind ik het dan wat minder pregnant, omdat het, het, het is niet de basis van de game is. Oké, okay, dan speel ik ja, opeens uh, met een vrouwtje en eens. whatever. Als GTA niet meer die harde humor heeft en die, die hele filijnen kijk op alles wat fout is in, de, in, in, in die hele industrie, dan, dan is het Saints Row. Ja, nou, maar is, de, ja. De, de, de en ik denk dat je daar zo mee de spijker op zijn kop slaat. Van het, 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 het is niet design, het is nee. niet de stad, het is niet. De, de gameplay wat GTA vet maakt, het is ja. de vibe en dat ja. moet een toekeken toch weten of een take-toe. Wat is de hond waarom iedereen wel? heeft geprobeerd de GTA killer te maken? Ja. lukt niet, ja. Het komt allemaal om de draad. Ja, de dus killers ze zelf vanilla ja. smaakloze <laughs> zoutloze fucking shit. Ja. Het is niet dat rondrijden door die stad, dat is niet wat die game is. Het is die, die rijke. Harde wereld waar je als, ja. als volwassen gamer, een volwassen avontuur beleeft. Mm -hmm. En wat je niet wil, is een politiek correcte, uh, zoutloze uh, uh, vertoning. Weet je. Want dan heb ik zoiets van ja, dan kan je ook wel Netflix kijken of een Disney film of whatever. Weet je? En niemand nou. heeft er zin in. Dus dat stopt. En dat gaat hier ook. Ik bedoel, net als met uh, The Last of Us. 2, die game zal heel succesvol zijn. Maar het is heel lastig om de schade aan het imago uit te rekenen. En het zou zomaar kunnen zijn: kijk, die game komt over twee jaar uit. Nu worden al die grappen eruit gehaald. Dat over twee jaar de politiek correct. Maar dat bedoel het gedraaid. Dat kan je niet meer terug. Nee, dat kan je niet meer terug. Nee, dat is klaar. En we moeten er nog drie generaties mee doen. Want zo lang gaat die game. mee. Nee, bizar. Nogmaals, het was bijvangst uit een groter artikel over. Over de werksfeer en, en de crunch time en dat soort dingen. Uh, en ja, dit, dit is toch wel uh, wat, wat opviel. en wat al meteen uh, behoorlijk explodeerde op social media. Maar besef ook dat het weer het zoveelste negatieve Rockstar nieuwtje is. de afgelopen ja, 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 ja. drie jaar is het volgens mij alleen maar kommer en kwel. Een, We een, weet je wel, een, met een uitbreidingen voor ja. Reddit die er niet komen. Reddit online waar de stekker uit uh, wordt getrokken. Een Ge -trilogy. Ge Trilogy die ja. echt te crap voor fucking woorden was. En alleen maar GTA Online, die wordt gepubliceerd ja. natuurlijk. Toch een ander bedrijf een beetje aan het worden, helaas. Um, deze uh, kreeg ik binnen van uh, Boris in de mail. European Commission Approves Belgian Tax Shelter for Video Games. Oftewel, um, ja, nou, je hoeft minder, minder, ja, minder of geen belasting te betalen als je uh, in België. Um, of zelfs buiten België uh, games gaat maken, uh, maar dan moet je wel ingeschreven staan in België als het ware. Je krijgt, ja, ze dus willen eigenlijk gewoon gaming gaan uh, 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 bevorderen, zodat je in België. Ja. En dit bestaat wel voor de creatieve industrie. Je ziet het voor de filmindustrie. Ja. In Nederland heeft er ook zoiets voor de filmindustrie, uh, maar niet voor games. Nee. Um, uh, om je een voorbeeld te geven hoe groot dit kan zijn mm. uh, in de uh, Canadese provincie Quebec is op een gegeven moment een, zijn dit soort tax voordelen voor, voor de games industrie uitgerold. Ubisoft heeft daar direct gebruik van gemaakt. Ja. Uh, vervolgens zit EA heeft hele grote studios daar. Er zitten nu bijna alle grote developers hebben studios in Toronto uh, of in Montreal. En dat, um, uh, dat dat heeft een ontzettend aanzuigend uh, effect. Nou, dat wil België wel ook graag een, een centrum ja. worden van. Uh, uh, van van videogame design. Dus die hebben gezegd van nou, laten wij ook dit soort uh, belastingvoordelen voor bedrijven die of games maken, of investeerders in die bedrijven. Uh, uh, maar dat moet wel eventjes... bij de uh, Europese Commissie uh, natuurlijk goedgekeurd worden, want het is natuurlijk volledig oneerlijke concurrentie. Hè? Want ik bedoel, mm -hmm. als het goedkoper is om een game te maken vanwege allerlei subsidies in België ja. uh, dan in Nederland, dan verhuist die hele industrie naar België toe. Mm -hmm. uh, dus dat is, dat is er nu doorheen. Dat is goedgekeurd. Dus ik denk dat we dat ook gaan zien. Misschien zit er nog wat voor aan. Het is ontzettend moeilijk om hier exact uh, wat meer over te weten. Mm -hmm. uh, ik kon in ieder geval niet zo heel veel over vinden. Misschien omdat het, het nieuws was ook nieuw. Um, ja, ik denk dat dit voor België heel goed is. Ik denk dat het voor Nederland heel slecht is. Um, ik moet je wel zeggen dat de uh, de, de, de videogame-development uh, klimaat in Nederland al jaren heel slecht is. Ja. Um, en ja, België eigenlijk ook. Het gaat om 36 miljoen volgens mij. De tax shelter regime runs until 31 december en ja. in vol 36 is ook weer niet big, big money. Nee, maar het is natuurlijk die hele industrie is na ja. nog non-existent daar. Hè? Dus ik denk dat dit uh, voor hetzelfde geld is. Dit goed voor uh, uh, voor, voor een indie studio, weet ja. ik van wat. Weet je dat? Ja, nou, het klinkt altijd heel groot. Hoor. net zoals ik elke maand alweer een bericht zie. Wat, wat was het laatst dan weer? Dat Dordrecht, volgens mij. Ik weet het niet zeker, maar Dordrecht vond zich ook opeens ook weer de gameplays van Nederland. Om de zoveel tijd is er weer zo'n gemeente, zit iemand helemaal kregen. Is er niet van? van de Rijn. Na nou, heel veel Rotterdam is ja. het, Utrecht is het geweest, Amsterdam. Um, en het, het, ja, het druppelt dan een beetje links. En dan komt er een klein studiantje daar. Het, het, bedoel, we hebben in Nederland nog steeds maar één groot studio. Misschien twee met uh, Vertico, uh, uh, die VR, die ook best wel aan de weg aan het knallen zijn. En je hebt Guerrilla in ja, België. We hebben dan Nexus, Nexus. Ja, precies. Maar het heeft wat? Nexus. Nexus inderdaad. Het heeft natuurlijk ook met, met andere zaken te maken. Het leven is hier vrij duur, bijvoorbeeld. Uh, Personeel is duur. Salarissen zijn gewoon duur. Salaris zijn heel erg hoog. Dus Oost-Europa is vaak toch nog gewoon interessanter uh, om, om daar te gaan zitten. Ja, daar moet je natuurlijk ook wat doen. Ik bedoel. Heel eerlijk, um, wat ik ooit in een gesprek met iemand van Guerilla die zei ook al van mensen vinden het altijd nog wel leuk om in Amsterdam te wonen, want het is gewoon een fucking brede stad, zeker als je ja. jong bent, weet je wel. Ja, ja. Wordt ook steeds minder. België, <laughs> Brussel, ik vind Brussel niet zo leuk. Ik vind ja. Brussel best wel een stad, ja? Ja, ja, Dit stad. Het voelt wel als een hele grote wereldstad, maar het is ook alleen maar één gekrijgse blok beton. België is voor mij uh, een aanleiding om de iets harder in te trappen, zodat je er snel mogelijk naar heen <laughs> Maar om heel eerlijk te zijn, ik, 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 ik heb er ook niks mee, maar ik, ik, ik wil ook niet zeggen, ik, bedoel, ik weet zeker, Antwerpen is echt wel een leuke stad om te wonen. Zeker? Maar, en het is natuurlijk ook, weet ik veel, stel je voor dat jij een Amerikaanse ontwikkelaar bent en ja. je wilt naar Europa toe, dan is Brussel of Antwerpen is gewoon heel dichtbij. Het is dichtbij Parijs, het is dichtbij zeker? Amsterdam, het ja. is in midden van Europa, dus het is ja, het is, het is wel het grappig is echt niet dat, slecht. Ik, ik ben het artikel vergeten, want het was de, de eerste week dat je op vakantie was, maar iemand al die studios overal in de wereld, net zoals alle bedrijven hebben een probleem, um, werknemers en met name uh, ervaren werknemers. En één, er is één gigantisch groot probleem als je kijkt naar Ubisoft of al die studios is ervaren goede uh, programmeurs die worden echt van links naar rechts weggejat. Mensen veranderen soms binnen twee jaar van de ene studie naar de andere studie, waardoor je ook helemaal niet echt iets opbouwt, weet je. Ja. Um, en aan de andere kant, de onderkant, doen ze heel weinig. Ze, ze, ze leiden ook niks op. Ja. Waardoor dus dat, dat 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 er dus een bij wijze van spreken een x aantal ervaren gasten zijn die, die kunnen steeds een andere baan krijgen met nog meer salaris. Ja. Um, dat is een groot probleem en dat zie je in Nederland ook als, als toch nog steeds de helft van de werknemers um, uit, uit uh, van Guerrilla gewoon uit het buitenland komt. Maar het is ook logisch. ik bedoel, als er jij, wordt niks als jij als jij in Amsterdam wil wonen, uh, ja. je, wil, je werkt bij Guerrilla. Sorry, maar dan ben je gewoon 2500 euro uur in de maand kwijt, mm -hmm. weet je dat is, en dan begint het leven nog wat al duur is, weet je. Dus dan, ja, wat, wat moet je dan verdienen? 10, 10k in de maand of zo, weet je. Om maar beetje, ik weet niet of zij komen. een systeem hebben bijvoorbeeld om te zeggen, oké, okay, weet je wel van uh, er komt een, uh, aan de. Onder kant gewoon beginnen de programmeurs. Um, jij gaat in een wat leger doet dat bijvoorbeeld. Weet je, je tekent een contract voor vijf jaar. Wij spreken, weet je, en daar zit huis en inwoning in. Dus ze kopen ergens in de stad, kopen ze een grachtenpand en dan zetten ze gewoon tien appartementen in. En daar gaan tien talenten in, tien gasten van zij denken dit dit. Hier gaan we vijf jaar tijd in stoppen. Je tekent voor vijf jaar en daarna gaan we verder zien, weet je. het het het, het proberen te claimen van mensen is gewoon. Nou, maar dat werkt niet op die manier. Nee. En het is ook, weet je, als jij kunt aantonen dat je niet gelukkig bent, of je wordt niet gehoord, of whatever, dan en heb je dat maak je wel een onwerkbare situatie. Precies. Weet je. Ja. Ik bedoel, als je weg wil, wil je weg. Je, mensen zijn geen slaven. Je kunt ze niet opsluiten. Dit, uh... Maar dat maakt het toch heel erg moeilijk <laughs> voor bedrijven om uh, uh, misschien dat uh, al die uitstel en de bugs en dat soort dingen is ook een stukje kwaliteitsverlies uh, van personeel. Van dat het personeel gewoon niet goed genoeg meer is om. We, we, weet je wat een bizarre. Uh, uh, ik, ik heb het een tijdje er een verhaal over gelezen. Wat het beste werkt als je personeel wil aanhouden, dat is dat je bijvoorbeeld kinderdagopvang kan ja, ja. bieden. Waarom? Omdat mensen zonder kinderen die zijn geneigd de wereld over te reizen, <laughs> die willen nog avontuur beleven, maar met kinderen absoluut niet. Dus nee. Als je kinderen hebt, die gaan naar school, whatever, weet je, die dan, dan ja, die wil je bij je ouders of whatever, ja, weet klopt. je, je wil gewoon in een bepaald gebied wonen en daar blijven wonen. Dus die zijn heel trouw aan hun werkgever, uh, mits ze wel een uh, soort van allerlei perks krijgen om met die kinderen. Dus dus als jij, ja, weet ik veel, als jij gewoon je kind beneden bij de kinderdagopvang brengt ja. op een dag dat je uh, dat schooldicht is, dat is gewoon goud waard weet Ja. Je? Dat, uh, um, dus dat dat ga je zien. Maar goed, ja, weet je, die games gamesindustrie, dat zijn gewoon veel jonge mensen ja. en die willen avontuur en die hebben gewoon zoiets van, oké, okay, fuck het, nu heb ik het wel gezien in Canada. Nu ga ik een keertje naar Amsterdam toe, heb ik het ja. gezien. Nou, dan ga ik een keer naar Japan, dan weet ik veel. En dan kom ik weer terug en ja, rondreizen. Ja. Nieuws van um, Steam vond ik ook wel interessant. Um, Steam uh, heeft een, een verbod uitgevaardigd uh, voor. Um, Aankondigingen van videogames binnen je bent op zoek naar een PC-game en dan krijg je altijd fotootjes te zien of plaatjes screenshots. En dat staat tegenwoordig helemaal vol met allerlei 10 uit 10 bij IGN en 9 uit 10 bij dit en dat. En zo zeggen we willen dat gewoon niet meer. Mensen zien niet meer wat voor game het is. En plus, heel vaak die cijfers kloppen niet. Het is verouderd, ze haalden de uit Het was laatst ook eentje, ik weet niet meer welke game het was. Het was ook echt van, This is the best game I ever played of zo. Weet je, als een quote erbij en ook zo'n Twitter. Twitter-adres. Dan ging ik kijken. Dat is een random dude met 13 volgers. Ja ja ja, ja. Ja, vet. ja, ja, ja. Nou ja, goed. We, we hebben daar zelf ervaring mee. Uh, dat, 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 en zeker toen we nog voor een blad schrijven, want we geven geen cijfers meer. Fucking maar dat, vet. dat ze daar, ja, maar dat ze dan serieus gewoon een, een review die gewoon bijsprekend een, een 5 uit 10 was, daar haalden ze dan één positieve zin uit een bam die plakten ze op ja, de marketing ja. in. Um, vind je dit goed dat Steam gewoon zegt: een gamer moet gewoon. Een clean foto zien of een clean screenshot en dan gaat zelf maar zoeken wat op het internet, wat, wat ik weet, ik weet het niet. Huh? Kijk, ze gaan dit, oké, okay, dan verbieden ze dit en dan komt er weer iets anders. Ja, weet je, kijk, je ziet gewoon hieraan zie je hoe hard die concurrentie is op die platformen. Ja, en het is heel moeilijk om op te vallen. En blijkbaar moet je dus honderd van die quotes en allemaal van die onzin titels moet je erbij zetten, anders val je niet op. En ik denk dat, dat dat is het grote probleem En als dit weggaat, dan verzinnen ze wel weer wat anders, weet je? En dat uh, het maakt niet uit. En dat is, maar, uh... ik, ik vind het wel chill, moet ik zeggen, dit hoor. Als we gewoon weer focussen op de games en niet ja, maar op, gaat op, op, niet op marketing. Er wordt niet gefocust op de games. Nou, ja, in ieder geval dit moet weg. En we misschien komen er in de toekomst komen er nog meer addendums met andere dingen die ze niet uh, mogen doen. Maar inderdaad, van, haal alsjeblieft die, uh, die, die, die misleidende shit, meestal. Wat het is. Gewoon ja. weg. Ja. Ik bedoel, we hebben het internet uh, Google searches uh, drie seconden away. Als je iets wil weten, je kan echt wel iets, uh, iets zoeken. The fuck is Custard Castile Small Claims Core. Ja, je wil niet weten wat er allemaal op zien is. Er staat een hoop op. Uh, even kijken hoor, heb ik nog iets. Um, Google stopt ja, mee? ja, Google stopt ermee. Nou, goed, la la laatste. Uh, ik, ik, we hebben dit ook al even be uh, behandeld in uh, einde van de week. En Koos is dus een stadia-specialist natuurlijk een beetje. Mm. Het gerucht ging, en dat is echt een vaag gerucht, maar uh, Google, Stadia, of Google zou deze zomer de stekker er helemaal uittrekken. Um, einde verhaal. En dat krijg je nergens bevestigd. We um, kennen het ook toch? Uh, ja, een ja, soort van. Um, wat denk jij, Koos? Ja, als het niet deze zomer is, is het wel voor het einde van het jaar. Er gebeurt. Bijna niks meer, toch daar? Nee, maar ik bedoel, toen het werd gelanceerd, zat, zat iedereen al grapjes te maken over: van dit gaat ja. het volgende project zijn uh, wat gekild wordt door Google. En uh, ja, dat kan ook haast niet anders. Ze hebben het compleet opgegeven, de studio's zijn opgeheven, er komen geen fucking nieuwe games meer op uit. Ja. ik ben uh, heel benieuwd voor de mensen die geld hebben uitgegeven aan de platform in, in, met een bibliotheek, hoe lang ze hun games nog mogen spelen. Want, Niet. Ja. Ik weet zeker dat ze ergens, heb je iets aangevinkt in de Ja, maar misschien is er een afkoelperiode van twee jaar lang blijven de servers nog runnen of zo. Weet ja. je wel? Maar we kunnen niemand meer uh, onboarden. En dan, dan ben je gewoon, ja, zeker als je <laughs> volledig stadia bent gegaan natuurlijk. Ja. En je hebt een bibliotheek opgebouwd van laten we zeggen 20 games. En je hebt daar aardig wat honderden euro's aan uitgegeven. Dan ben je gewoon kwijt. Ja, daarom. Wat je... natuurlijk Game Pass ook in zich heeft. In uh, feite. Behalve dat de Microsoft af zit, maar feitelijk, je, je bent niet de nee, van... Nee, maar da daar weet je heel duidelijk. Da je betaalt de subscription en dan heb je gewoon tijdens het kopen van, de, of uh, tijdens het betalen van die subscription, ja. heb je gewoon toegang tot, uh, tot die games. Betaal je niet je subscription, heb je geen toegang. Dat, dat weet iedereen. Het zou anders zijn als dat jij iets koopt in de Microsoft Store, een game voor 80 ja. euro, Cyberpunk. En dan over, over twee weken zegt Microsoft, ja, we, we trekken de, de, de stekker eruit. En je gekochte game kan. Je ja, spelen. Okay. ja, ja, ja. En dat is wat Sadia natuurlijk heeft. Dat je moet daar games kopen ja, ja. om te spelen. Ik heb zelden zo'n liefdelos. ...project gezien van een bedrijf dat zoveel geld heeft en in principe potentie heeft om er iets van te maken en, maar... en ze hadden echt de perfect storm ja, op ja. het moment dat ze dat ze releasde. ik bedoel de, de next-gen consoles waren niet te krijgen dit ja. was de enige platform waarop cyberpunk normaal draaide ik bedoel ja. ze hadden ze hadden die shit helemaal moeten, moeten uitknijpen maar ze weet hebben waar, echt niks mee gedaan weet je wat me aan moet aan doet denken je hebt op een gegeven moment allemaal van die van die Spotify concurrenten gehad ja weet je ja. ook in Nederland had je er eentje en um, het is allemaal puin zo geweest, omdat ze erachter kwamen dat die muziek niet goedkoper... Spotify heeft zulke deals gesloten met die muziekindustrie, mm -hmm. dat een concurrent nooit een goedkopere deal kan sluiten. Nee. Dus dat betekent dat je niet kunt concurreren. Nou, dat is exact hetzelfde hier aan de rand. Zij zijn afhankelijk van third-party uh, content. Ja. Um, ja, sorry. <laughs> dus je... visueel cirkel. Als je install base niet groot is, dan gaan ze er niet, dan krijg je geen goede deals. En als je geen goede ja. deals krijgt, dan gaat je install base ja, niet maar Je install base gaat ook niet omhoog als je niet de marketing doet. Zou ja, er <laughs> gewoon 200 miljoen van die controles moeten weggeven. Ja. Weet je? En iedereen moet gratis moeten onboarden En weet ik veel. een spel maar gratis Borderlands 3. Weet je? Ja, in die periode. Dan, had, dan had je dan koop je jezelf een plek in die markt. Maar dat hebben ze nooit gedaan. Ja, ze hebben het heel even beetje met cyberpunk toegedaan. En de, de, dat werd hun letterlijk in de schoot geworpen. Dat het toevallig van de weinige versies was die normaal uh, deed. Oké. Okay. En die verkochten als we, uh, nou volgens mij was het 60 euro of zo toch? Mm -hmm. of, of, of 80 euro. Betaal je 80 euro, kreeg je de controller, die, die stick, uh, cyberpunk kreeg je erbij 80 euro en je kon het spelen. Mm -hmm. En dat was gewoon uitverkocht. Dat is toch niet ja. <laughs> bizar? Dat, dat kon niet meer uh, besteld worden. Dat dat Microsoft wat infinite money heeft, dus wel bereid is om bij Game Pass gewoon verlies te nemen en, en te investeren en, en uh, de, to the bottom te gaan. En Google, wat ook infinite money heeft, dat dus niet doet. Het, zo het simpel is het niet. Hè? Nee? Het gaat gewoon om Weet je, er is een businessmodel en liggen targets. En uh, dit is wat er gebeurt als je die, die targets niet haalt. Weet je, ja. Stadia heeft zonder enige twijfel nog nooit een target nee. gehaald. Maar ook niet de beste voor gedaan. Da daar kan ik met mijn kop niet bij. Ja, nee, maar ik dat bedoel, is gewoon... Van de miljardenbedrijf, wat wat. Die zoiets uit de grond. Die hebben ze allemaal wel niet aangenomen. Je Alle, wil ja, allerlei. Phil Harrison, dus ja. dat dat dan gaan doen. Wait maar is maar... nou Jade Raymond? Oh, inderdaad, ja, ja. Maar dat kijk je. Je de aanname dat het is een groot bedrijf, dus ze zullen wel weten wat ze doen, is gewoon een nee. verkeerde aanname. Nee, dat, nee, ja, de. Dat is 100% duidelijk. Maar, maar ze hebben het uh, best ook niet gedaan. Maar wie weet is dat wel wat Google doet. Is dus gewoon tien dingen zo in de lucht houden. En van, oh ja, eentje blijft maar hangen. Maar ik vond dat, dat ze doen ook doen. echt hele fucking vette features hadden. Bijvoorbeeld ja. van als Assassin's uh, uh, Creed met reclame op YouTube bij komt. Van, dit is de nieuwe Assassin's Creed. Klik nu om gelijk te spelen. Ja. Amazing. Ja. Fucking gruwelijk als je, als je zoiets kan doen. Of uh, met streamers. Dat uh, als je, ik uh, stream FIFA. Iedereen kan gewoon op een link klikken. Direct meedoen in mijn potje. Ja. Ja. Dat, ja. dat is awesome, en ze hebben er niks mee gedaan. Nee. Nou, we gaan het zien deze zomer. Nou, De zomer is trouwens niet lang meer. Het is nog een maand. Dus als ze binnen een maand niet dood zijn, dan klopt dit nieuws niet, maar het gaat niet lang meer duren. Um, volgende week, nieuwe Piepshow.